ik begin met Ferdinand Grapperhaus aan te halen. Die zegt dat de advocatuur leading is in de rechtsstaat. Daar zet ik wat vraagtekens bij. Is dat zo? Komt de advocatuur aan die maatstaf echt toe? Heeft men voldoende aandacht voor de advocaten-eed? Waarin men toch zegt dat te zullen doen wat men voor rechtvaardig houdt. Spreekt men elkaar aan op de ethiek van het vak? Wat is er toch ooit gebeurd met pro bono zaken? De advocatuur is als organisatie betrekkelijk behoudend. Gericht op wat men heeft. Worden er experimenten gedaan? Wordt er aan innovatie gedaan? Dat hoor je eigenlijk allemaal niet. En dat vind ik een groot gebrek. Rechtzoekenden zijn geen proefkonijnen. Het zijn mensen met een echt geschil die hebben geïnvesteerd om de zaak bij een rechter voor te leggen. Het kost ze bloed, zweet en tranen en geld. En dan willen ze een rechter die naar ze luistert en het geschil oplost. En die willen niet in de speeltuin komen van de rechterlijke macht. Van experimenteren kun je heel veel leren. En met name hoe het echt moet. Ik sta positief tegenover het plan van de Raad voor de Rechtspraak om een experimenteerbepaling op te nemen voor civiele procedures. Omdat ik denk dat het goed is om te kijken of er op een efficiëntere manier rechtgesproken kan worden met behoud van zorgvuldigheid van de procedure uiteraard. Maar zonder dat de procedure uitnodigt tot escalatie en tot verharding van standpunten tussen partijen. Ik denk dat wij veel kunnen leren van de vredesrechter in België. Vredesrechter als vredestichter. Het is in Nederland verloren gegaan, in België is het behouden. Ik denk dat het nuttig is om daar eens te gaan kijken hoe wij laagdrempelig de burger kunnen bedienen als hij een eenvoudige rechtsvraag heeft. Media is in onze rechtspraak onmisbaar. Wij gaan uit van openbaarheid van de rechtspraak. Justice must be seen to be done. Daar is media onmisbaar bij, die heb je keihard nodig. En zij slaan de brug tussen het publiek, tussen de samenleving en de rechtspraak. Zonder media heeft de samenleving geen goed zicht op rechtspraak en kan de rechtspraak ook niet goed controleren. Ik denk dat het wel meevalt in hoeverre het trial bij media ook doordringt in de zittingszaal. Ik denk dat rechters zich daar niet zo door laten beïnvloeden. Ik vind het ongelooflijk belangrijk om te zeggen dat trial by media een eerlijk proces in de rechtszaal helemaal niet in de weg staat. De rechter opereert per definitie vanuit die samenleving. En tribal media behoort dus ook helemaal niet toe, exclusief aan de partijen in het proces wat in de rechtszaal plaatsvindt. Maar is iets van ons allemaal. Dat is een maatschappelijk debat, een beschavingsdiscussie eigenlijk veel meer. Aandacht in de media voor een rechtszaak wil niet altijd zeggen dat het ook een trial by media is.